Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, ben je de Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast. De talkshow van Gamer Geeks. waarin ik en soms een andere Geek je graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim dus. Datum van de opname is 17 maart 2023. Welkom bij de 211e aflevering van deze show. Uh, als je uh, vaker luistert, hallo, welkom terug. En als dit de eerste keer is dat je deze podcast opzet. Hallo, welkom. Welkom bij uh, een uur lang gepraat over videogames. Uh, in zijn uh, meest nerdy vorm. Als je enigszins videogames leuk vindt, dan uh, hoop ik dat deze show je bevalt. Deze show kan je beluisteren via je favoriete podcastdienst, wat je misschien nu ook aan het doen bent. Uh, zoals Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Mocht je bijvoorbeeld op Apple Podcast of Spotify zitten en je luistert vaker naar deze show en je denkt nou, die vind ik echt helemaal te gek. Laat dan een recensie achter. Vijf sterren voor de Gaming Geeks podcast. Dat helpt in het algoritme. Dat helpt om deze show verder te groeien. Uh, abonneren kan natuurlijk ook op elke podcast service waar je ook maar uh, op luistert. Uh, dan krijg je op het moment dat er een nieuwe aflevering is, krijg je hem um, binnen op je, op je podcast-app. Dus videoversies, die zijn er ook. Uh, onder andere via Spotify, daar kan je tegenwoordig ook video kijken. Maar anders is er ook youtube.com slash gamergeeks.nl, het YouTube-kanaal van... Um van dit leuke project. Waar meer content te zien is dan alleen maar de videoversie van deze podcast. Uh, zo heb ik afgelopen week. Een, uh, mijn laatste. Oh, mijn laatste uh, an analyse of impressie gedaan. over de Last of Us HBO serie. Want dat zit er nu op. Het eerste seizoen is uh, nu in zijn volledigheid beschikbaar op HBO Max. Ik vond de laatste aflevering. daar was ik wat uh, kritischer over. dan de rest van de serie, durf ik wel te zeggen. Um, Lang verhaal, kort, letterlijk. Uh, ik vond de aflevering te kort, de, de finale. Maar er zijn uitgebreide gedachten, uh, kan, uh, kan je daar vinden. Uh, overigens wil ik nog wel uh, be benadrukken dat. het eerste seizoen te gek was. De laatste was een fantastische serie. Um, en dat kan ook bijna niet, of althans, dan zou je heel veel moeten nog meer moeten veranderen, denk ik. Um, maar het bronmateriaal wat ze hadden, was ook geweldig. De uh, laatste was game die. Um, die fantastisch is. Uh, of je nou de PS3-versie speelt, de PS4-versie of de PS5-versie. Of de PC-versie die volgende week verschijnt. Um, meer dan de moeite waard, uh, wat mij betreft. Dus uh, dat, dat, dat zit wel snoer, zeg maar. Dus uh, die impressies kan je uh, terug, terugkijken, terugchecken, wilde ik zeggen. Dat is een beetje dubbelop. Um, en er staat uh, nog steeds een recensie online van de Dead Space Remake. Ik ben van plan om uh, meer reviews op te gaan nemen. Uh, komt helemaal goed, maar. Ja, er gebeurt ook zo ontzettend veel in, uh, in, de game, in, in het gaminglandschap. Mm. Dat, um, dat deze show al genoeg tijd uh, inneemt. Maar dat komt helemaal goed. Um, voordat ik uh, verder, ga, verder ga met de show. Wat betreft uh, mijn playlist en dat soort dingen. Een paar korte nieuwtjes. Uh, als eerste. Uh, wil ik toch even de aandacht vestigen op een game genaamd Ghostwire Tokyo? Misschien heb je hier uh, wel eens van gehoord. Dat is een uh, first-person game gemaakt door Tango Gameworks. Een studio die onlangs nog het uh, zeer succesvolle Hi-Fi Rush heeft uitgebracht. Uitgegeven door Bethesda. Was voorheen een PlayStation 5 en PC exclusive. En het is een uh, first-person shooter um, met een hele aparte Japanse stijl. Tango Gameworks is ook een Japanse studio. Uh, dus het is uh, zeg maar een Japanse studio die probeerde een westerse open world game te maken. Um, ik heb zeker wat kritiekpunten op die game. Maar overall moet ik zeggen dat het een hele, echt een hele toffe game is. Uh, eentje die wat mij betreft onterecht meteen de uh, silent treatment kreeg, uh, kreeg van het internet. Uh, wat mij betreft onterecht. Maar er is dus nieuws over die game. Want die kwam vorig jaar uit. Uh, er komt een grote update aan voor Ghostwire Tokyo. Met nieuwe gebieden en vijanden. En een Roguelike-mode. Dus dat je in een wereld wordt gespaand. En dan moet je gaan. En als je dood bent, dan moet je bij wijze van opnieuw beginnen. Maar dan zijn er willekeurige elementen zoals upgrades. En uh, de locaties. Of welke type monsters je tegen moet vechten. Et cetera, et cetera. Ik weet niet exact hoe de Roguelike-mode in Ghostwire Tokyo gaat zijn. Maar. Dat wat ik net omschreef is wel wat de meeste roguelikes definieert. Uh, 12 april komt die update. En dan komt de game ook gelijk naar uh, Xbox. Dat ten eerste. Maar ook naar uh, abonnementsdiensten. Zoals PlayStation Plus Extra en Premium. Dus mocht je daarop geabonneerd zijn. Woe! Essential telt overigens niet mee. De, de normale PlayStation Plus zeg maar. Dit is voor de hogere tiers. Uh, maar ook naar Game Pass. Zowel PC als Xbox Game Pass. En ik zou uh, heel graag... Um, een soort van ambassadeur voor deze game willen zijn. Uh, want wat ik al zei, Ghostwire Tokyo werd, was gewoon helemaal stil op het internet na de release van die game. Een week na de release of zo. En ik vind dat onterecht. Want uh, ik vind dat die game echt wel een hele, hele, hele toffe sfeer heeft. Ik, ik zal het nooit een, een meesterwerk of wat dan ook noemen. Want dat is het niet. Ik bedoel, er zijn genoeg. Dingen die je kan noemen, zoals de eentonigheid qua, qua combat. En het open world design is wel heel erg. Pff, hebben we wel gezien. Maar ik vind dat de sfeer die game volledig overeind houdt. Dus uh, mocht je uh, tijd over hebben. Uh, wat, wat sowieso wel knap is, maar. Uh, want er komt zoveel uit. Maar alsnog, mocht je tijd over hebben. Uh, check beelden van die game. Zoek een trailer op. En als je denkt: hé, hey, dit vind ik tof. Ja, gaat ga gewoon spelen. Uh, 12 april dus. Uh, naar Xbox. En naar die uh, abonnementsdiensten. En een update erbij. Dus Ghostwire Tokyo. Bij deze nogmaals. Um, wil ik toch even gezegd hebben. Uh, dan nog een ander kort nieuwtje. Uh, ik kan hier niet echt al te veel op ingaan. Omdat ik weet niet hoe, in, in hoeverre dit waar is. Uh, en, 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 en of het gewoon een soort van wilde gok is. Maar er gaan op dit moment geruchten rond op het internet dat de PlayStation 5 Pro er daadwerkelijk aankomt. En dat die eind 2024 gaat komen. Um, mocht je het niet weten. Uh, afgelopen console generatie hadden we eerst een PlayStation 4. En drie jaar later kwam er een PlayStation 4 Pro. Dat is een iets wat sterkere versie van de console. Die dan uh, betere resoluties kan aanhouden. En in een enkel geval ook een betere framerate. Voor, voor games. Dus dat het soepeler verloopt. Dat is allemaal best wel leuk en aardig. Um, en dat was best wel een succesvol iets voor Sony, begreep ik. Uh, en het is ook helemaal geen gek idee dat uh, ze het deze generatie nog een keer gaan doen. Uh, een, een soort tussenpauze eigenlijk. Tussen nieuwe apparaten door. Uh, en dat geeft ze ook meteen de kans om het originele model. die te redesignen. Wellicht wat uh, goedkopere of kleinere componenten erin te doen. Energiezuiniger, et cetera, et cetera. Dan komt er ook een redesign van, uh, van het origineel. Althans, dat is wat er gebeurde bij PlayStation 4. Dus tegelijkertijd met de PlayStation 4 Pro kwam er een nieuw model van de PlayStation 4 origineel. Die was kleiner. In, nou ja, wat ik net zei. Um, denk ik dat dit waar is. Ik denk zeker wel dat er een PlayStation 5 Pro-achtig idee in de pijplijn zit. Uh, lijkt me niet meer dan logisch eigenlijk. Ook omdat Xbox vorige generatie hetzelfde deed met de Xbox One X. Nou, de Xbox Series, zeg maar, die hele naam is gebaseerd op modelnamen. Dus komt er dan een X2 of een XL of een Z, weet ik veel wat voor andere letters. Een Alpha, Xbox Series Alpha, weet ik iets in die trant. Ehm. Um, maar daar kan je allerlei kanten mee op. Dus ik denk zeker dat Microsoft ook een soort gelijk iets aan het inplannen is. Dus wat ik al zei, lijkt me niet meer dan logisch dat er een pro-model komt. Eind 2024 klinkt ook best logisch. Dus ik snap wel waar die geruchten vandaan komen. Um, want eind dit jaar zou denk ik te vroeg zijn. Uh, omdat denk ik 2023 het eerste jaar wordt waarin, de, waarin heel veel mensen eindelijk een PlayStation 5 gaan halen. Omdat het ding nu beschikbaar is. <laughs> ik bedoel, ik heb geluk gehad. Ik kon eind 2020... had ik gewoon mijn PlayStation 5 binnen... op het moment dat dat ding uitkwam. Ik had... Echt waar, dat, dat, dat blijft voor mij... een van de meest lucky stories ooit. Dat ik, dat ik op een, een, een ochtend in september 2020 wakker werd. Ik opende mijn telefoon. Ik zag, oh, PlayStation 5 pre-orders zijn live. Ik ben op het meest meest gemak tempo ben ik naar mijn pc gekropen, even kijken bol.com, PlayStation vijf jaar reserveer hier klaar punt, geprionderd, jee! En daarna zag ik de shitshow over het internet dat niemand aan zo'n ding kon komen, dat iedereen oh, de dus websites lopen vast, nou, niemand. Dus ik ben een lucky fucker wat dat betreft uh, geweest. Uh, maar dit is dus het eerste jaar, sorry, even het het je tussendoor. Maar dit is dus het eerste jaar waarin je zowaar een winkel kan binnenlopen. En dat er de kans is dat er gewoon een PlayStation 5 staat. Die je kan meenemen. Je moet er wel 50 euro meer voor betalen. dan dat ik dat deed drie jaar geleden. Maar oké. Okay. Uh, voor alleen de console trouwens. Uh, dus dit is het eerste jaar dat eindelijk de PlayStation 5 zijn ding kan gaan doen. Dat mensen kunnen zeggen: Oh, eens, wat een games allemaal. Spider-Man 2 komt er dan aan. Dan wordt het allemaal hype en helemaal te gek. Um, en ja, dan een jaar daarna een pro-versie. Ik denk dat de mensen die dan dit najaar een PlayStation 5 gaan halen... zich genaaid zullen voelen. Maar dat is eigenlijk altijd met dit soort uh, nieuwe modellen... Uh, dat je je genaaid gaat voelen. Ik bedoel, dat is ook zo met een telefoon. Ja, als ik nu een nieuwe iPhone koop, dan eind dit jaar komt er weer een nieuwe... die beter is en een betere camera, blablabla. Dit, Hier gaat wel wat meer tijd overheen. Uh, en ik denk ook wel dat het goed is uh, uh, als ze een pro-versie gaan doen... Om dat een beetje naar achter te schuiven ten opzichte van de PlayStation 4. Want de PS4 Pro kwam drie jaar na het verschijnen van de PS4. Dus uh, de PS4 kwam 2013 en de Pro kwam 2016. Um, nou, de PS5 kwam van origine 2020. Uh, dus 2024 zou dan vier jaar zijn. Nou, klinkt als een redelijke tijdlijn. En dan kan je die hele cycle nog drie of vier jaar volhouden. En dan komt de PS6, wat um, volgens ook geruchten en rumors... en interne documenten en blablabla... schijnt ook dat PS6 nu gepland staat voor 2028. Klinkt ver weg, maar voor je het weet zijn we er. Mm. Ik realiseer me dat uh, steeds meer en meer en meer. Maar goed, dat was het uh, korte nieuws uh, van... Uh, oh nee, 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 wacht, ik vergeet nog iets. Op dit moment is er, uh, op het moment van de opnemen dus... 17 maart 2023, hallo. Is er een uh, Spring Sale gaande op Steam. Het uh, PC-platform Steam. En um, ja, dat, dat is altijd super interessant, omdat... Uh, uh, oi, dit, dan zijn er weet ik hoeveel games in de aanbieding. Ik zou je allerlei titels kunnen geven die ik, die ik zou aanraden. Maar er is er eentje. Uh, die ik wel wil aanraden wat betreft Steam sales. En dat is Star Wars Jedi Fallen Order. Die is op dit moment. I kid you not. 4 euro. 4 euro voor Star Wars Jedi Fallen Order. Dat is ultra cheap voor een game die echt te gek is. Mocht je enigszins geïnteresseerd zijn in Star Wars. En je hebt deze game om wat voor reden dan ook nog niet gespeeld. Uh, en je hebt een PC die een beetje games kan afspelen. 4 euro voor Star Wars Jedi: Fallen Order. Ik bedoel, let's go. Fantastische game. Kan niet wachten op het vervolg. Moet wel wachten. Eind april komt hij namelijk uit. Uhm. Laatste ding. Ja, oh ja, nog een ander laatste dingetje om te noemen. Sorry. Um, op het moment van opnemen zijn zojuist de, uh, uh, de reviews uitgekomen voor Resident Evil 4 Remake. Die komt uh, op het moment van opnemen, dus volgende week uit. Is een game waar ik me best wel op verheug. Uh, vorige week heb ik het over de demo gehad die ik heb gespeeld. En de recensies op dit moment zijn lovend. Uh, deze podcast is uh, niet groot genoeg dat ik uh, weken van tevoren een, uh, een game binnenkrijg om uh, te reviewen. Uh, dus abonneer, luister naar de show. Deel het met iedereen, zodat deze show groter kan worden en ik je vroege impressies kan geven van games. Ja, ja. Uh, maar uh, de, de reviews die er zijn, zijn uh, zeer indrukwekkend. Uh, overal 9 out of 10, 10 out of 10, uh, 5 sterren, noem het maar op. Uh, Lof overal voor Resident Evil 4 Remake. Dus dat is iets om je op te veugen. Ik blijf altijd wel een beetje met. Nou, ik, ik zie het zelf wel, wat ik al van vind. Zo'n kritische eikel ben ik dan weer. Maar um, ja, laat ik het zo zeggen, als de, uh, als de reacties zo universeel goed zijn. dan hebben ze wel iets goeds gedaan met die remake, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. dat komt ook niet uit de lucht vallen hoor. Want Resident Evil is op een gigantische winning streak de laatste tijd. Met uh, Resident Evil 7, Resident Evil 2 remake. Resident Evil Village, Resident Evil 3 remake vonden mensen dan wat minder. Maar oké, okay, niet, niet per se een slechte game. En dan nu. Resident Evil. 4 uh, Remake. Ja, ik moest het moest, moest even in mijn hoofd uh, op een rij zetten. En dan is nu natuurlijk de vraag: wat's next voor Resident Evil? Of is dat nu al te vroeg om dat te stellen? Ik denk het wel. Hè? Ja, dat is te vroeg om te stellen, jongens. De playlist. Snel door naar de playlist van deze week. Wat benen we aan het spelen? Nou, uh, ik ben uh, de grootste game van dit moment aan het spelen. Voordat Resident Evil uitkomt. <laughs> en dat is. Um, uh, 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 ik wilde zeggen Harry Potter. Ja, het is Harry Potter. Hogwarts Legacy ben ik nog steeds aan het spelen. Vorige week heb, het heb, ik, uh, vorige weken heb ik het er al een uh, beetje over gehad. En ik ben op dit moment in, uh, in een moment van de game dat, die, um, dat het me echt heeft. Dat ik echt gewoon missies aan het doen ben. Dat ik uh, echt mijn spreukenboek aan het uitbreiden ben. Tot heb ik jou daar. Ik ken bijna alle iconische spreuken heb ik al. De vloeken moet ik nog krijgen. Ja, ik ga echt iedereen avada cadavra aan die je kan. Althans, de bad guys. Ik ben dan wel zo'n morele lul. Die dan zoiets heeft van. Ik ga niet iedereen. Nee. Maar bad guys, uh, die van mij uh, gewoon uh, de doodstraf verdienen. Die, uh, <laughs> avada Cadavra. Uh, maar die heb ik dus nog niet. Maar ik heb wel. Uh, Wingardium Leviosa en Flipendo zit in de game. Oh, ik ben er zo van aan het genieten. Deze open world Harry Potter Zwijnstein simulator. Ik vind het heerlijk. De, de, de sfeer, de, 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 de visual touches in game. Uh, de game. De, de, zelfs de zijn missies zijn een soort van ja, weet je, we zitten in Zwijnstein. Dus het is allemaal best logisch. En het is hem best wel, hè, als je het heel cynisch bekijkt, is het een Best wel generieke open world game. Maar het zit in het Harry Potter-universum en doet het zo lekker wat dat betreft. Het is echt. Uh, ja, ik vind het heerlijk. Een heerlijke game. Het is echt. Uh, uh, ik zeg het wel vaak in deze show. Als ik het over iets heb en eigenlijk wil ik daardoor meteen gaan spelen, dan... Um, doet het iets heel erg goeds. En ik denk dat Hogwarts Legacy zeker heeft dat effect nu op mij. Dus. Um, ja, moet ik deze opname stoppen en nu Hogwarts Legacy Is dat een uh, idee? Nee, 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 nee. Ik zit nou in deze podcast. Komt helemaal goed. Uh, <laughs> ik speel later wel. Komt goed. Nee, maar echt helemaal uh, te gek. Ik uh, ben verliefd op die game. Um, Hogwarts Legacy. I love it. Um, een andere game die ik heb zitten spelen... Of twee andere games die ik heb zitten spelen... Is echt een... Um, echt een, 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 een vreemde gewaarwording voor mij. Want ik klaag klaag, tussen aanleidingstekens klaag, over dat er echt te veel games zijn om te spelen. Sowieso, je kan niet alles spelen wat uitkomt. Op dat punt zitten we al. Um, maar te veel games die ik zou willen spelen waar ik geen tijd voor heb om dat allemaal te doen. Maakt niet uit, dat is gewoon, het is aan de ene kant goed dat er genoeg keuze is voor iedereen. Uh, aan de andere kant is het soms ook wel dat uh, daardoor grote titels floppen. Uh, heb ik zometeen nieuws over, alhoewel, die titel heeft het ook. Nou, ja, verdiend, weet ik niet. Whatever, komen ze op terug. Um, dit weekend is er een early access van de Diablo 4 beta. En uh, Diablo 4 is een game die komt uit op 6 juni. Maar uh, uh, dit weekend, dus op het moment van opnemen, en volgend weekend, komt er een, uh, een beta van de nieuwe, dus Diablo 4. En um, ik dacht van de week, weet je, hoe zou het zijn om in 2023. Diablo 1 weer eens op te starten. Zelf heel veel nostalgische gevoelens van. Uh, want uh, ja, is zo. Mijn speelde ik volgens mij toen ik tien was of zo, speelde ik Diablo 1. Eigenlijk eerder al op uh, van die Shareware CD's. Vroeger had je CD's en daar stonden demo's op. En dat werd dan Shareware genoemd. Dat was mijn eerste. Aanraking met heel veel games overigens in, in het uh, oude Windows 95 PC-tijdperk. Maar Diablo was daar zo'n demo van die mij altijd soort van pakte. Zo van: wat is deze duistere, gekke game waarin ik demonen afslacht. Uh, later volledige game gespeeld. Nou, Diablo 2. En, en, en ik kan de hele geschiedenis kan ik nu gaan herhalen. Doe ik niet. Maar ik dacht van de week dus laat ik gewoon Diablo 1 weer eens gaan spelen. En ik moet. Meteen, ik, ik heb nostalgie voor deze game. Dus het is niet zo dat ik dit volledig neutraal kan beoordelen als een, als een, een, een game van. Oh, dit, dit is helemaal nieuw voor mij. Nee, natuurlijk niet. Dit is, dit is gewoon. Nee, dat is het niet. Maar. Ik was wel heel erg verrast met hoe. Hoe hard ik erin kon komen in Diablo 1. Dit is een game uit 96, by the way. En je speelt als of een warrior of een rogue of een sorceress. En je gaat een dungeon in. Daar waar je gedurende het plot erachter komt. dat de Dark Lord himself, de Lord of Terror, Diablo. onder het uh, vreedzame stadje Tristram zit. Hetgeen waar al het een en ander gebeurd is. Iets wat je te horen krijgt via de personages die daar nog steeds zijn. Wat trouwens echt allemaal te gek is dat dat. Uh, uh, hoe dat, ...hoe dat verteld wordt, dat verhaal... ...en hoe dat allemaal gedaan is. I love it. Um, maar het is een hele... Um, ...ja... ...bijna hout, houtachtig... ...voelende game. Als in alles voelt... ...heel statisch. En het is 1996... Um, ...dit soort RPG's... ...waren er al wel, maar... ...nog niet heel veel. Er was gewoon nog niet heel veel... Um, uh, ...nog niet heel veel... Technologie, gewoon, het was een andere tijd, mensen. Het was, het was vroeg aan. En daar hou ik rekening mee als ik dit soort oude games weer eens oppak. Maar ik moet zeggen, het, 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 het wist me wel helemaal te grijpen weer. Want Diablo 1 is voor today's standards een hele simpele point-and-click RPG. En je, je hebt maar drie klassen. Je hebt een spreukenboek en die is universeel over alle characters. Um, het, het zijn de meest stereotype characters. Eentje is vooral van de grove combat. Hier, ik moet zoveel mogelijk strength hebben. De sorcerer is van, nou, geef mij maar magic. Die is volledig afhankelijk van zijn spreuken. En de rogue zit daar een beetje tussenin en is van appel en boog. Nou, hè? hoe stereotypes wil het hebben? Maar dat is juist heel erg wat werkt in deze game. En ik um, was verbaasd over. Hoeveel uur ik uiteindelijk erin had gestoken. Sterker nog, ik heb Diablo verslagen in Diablo 1. Wat, um, wat mij volgens mij nog nooit eerder is gelukt. Omdat ik vroeger, ja, vroeger uh, lukte mij dit. Dat uh, ging gewoon niet. <laughs> wat betreft uh, het, 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 het verslaan van de eindbaas. En dat komt ook omdat je een beetje misbruik moet maken van. De, de quirkiness in deze game. De onhandigheden. Zoals de manier hoe vijanden bewegen. En de manier hoe, hoe deuren werken in de game. Je kan makkelijk gewoon. Oh, zit een kamer vol met vijanden. Loop gewoon naar een deur. En dan moeten ze allemaal door die ene deur. Dus kan je zelfs nog één voor één. Kan je ze uh, verslaan. In plaats van dat je omsingeld wordt. Uh, sowieso omsingeld worden in Diablo 1 is uh, je dood. Kan echt gewoon je dood betekenen. Tenzij je als Sorcerer speelt en je eruit kan teleporteren. Maar dan ga je het weer over uh, strats hebben die wat verder in het spel zitten. Maar um, ja, gewoon Diablo 1 uitgespeeld. Wat ik uh, heel verbazingwekkend vond. En als je iemand bent die um, nou ja, oude games kan waarderen. Of heel erg benieuwd bent naar, goh, waar komt Diablo nou eigenlijk vandaan? He, wat zijn de origins? Ja, probeer het een keertje. Op, op PC althans kan je dat uh, makkelijk doen. Via GOG. Daar is uh, de game met de expansion. Uh, is daar uh, verkrijgbaar. Ik heb niet de expansion gespeeld trouwens en dat komt omdat Hellfire, zoals die uitbreiding heet, is nooit door Blizzard zelf ontwikkeld, de ontwikkelaars van Diablo. Dus ik, uh, ik heb daar niet echt, uh, ben daar niet echt ingedoken. Nee, whatever. Kom, kom misschien ooit wel een keertje. Voor nu was vooral mijn doel om Diablo te verslaan en dat heb ik gedaan. Uh, dat heeft heel veel uh, waardevolle tijd bij bijvoorbeeld Hogwarts heeft dat weggenomen, maar ach, oh, het is wel heel goed. Wat ik vooral zo Vet vindt van Diablo is, is de sfeer. Ik weet dat heel veel mensen uh, Diablo spelen om de, de loot-loop, zeg maar. Dus oh, sterkere loot en dan kan ik meer damage doen. Zit er natuurlijk ook in. Het is een RPG en de vijanden worden steeds sterker en jij als personage en je gear wordt ook steeds sterker. Een soort van logisch in, in zo'n game. Uh, dus dat is er zeker wel, maar het draait er niet helemaal om. Het draait veel meer om die duistere, lugubere setting. Om de personages die, um, ja, die echt op, op, wanho op een puntje van, van wanhoop zitten. Um, love it. Diablo 1. Het, ik, ik heb er gek genoeg nu meer waardering voor gekregen dan ik ooit had. Um, en dan zou je denken. Oké okay Jim, je hebt Diablo 1 uitgespeeld. Hoe zit het dan met Diablo 2? Ja, ook die heb ik weer opgepakt deze week. <laughs> echt uh, uh, een soort aanloop naar Diablo 4 zou je het kunnen noemen. En um, Diablo 2 blijft voor mij een van de beste games ooit gemaakt. Het is een uh, fantastische combinatie tussen um, tussen lugubre sfeer. Uh, maar de loot game is zeg maar veel, veel meer verhoogd. De, uh, het, 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 de variatie in personages is veel hoger. Met gekke characters als de druid en de necromancer. De necromancer kan je kan letterlijk een skelettenleger met je meenemen. Nou, Oké, okay, 20 alsnog. Je kan 20 skeletten met je meenemen, wat echt te gek is. Uh, het is uh, in vergelijking met een veel meer over de toppen ook veel strakkere ervaring. En zeker als je nu de remaster gaat spelen, die uh, uh, resurrected heet, Diablo 2 Resurrected, het ziet er zo ontzettend goed uit. Die game, het is echt. Ik, ik, ik heb het hier wel vaker over gehad in de podcast toen het uitkwam en zo, maar. Voor mij is het, is het het bewijs dat Diablo 2 nog steeds een van de goats is. Wat een goede game. Wat een fantastische, fantastische, glorieuze run van, van RPG gaming. Um, daar ben ik nog niet helemaal uh, uh, klaar mee met Diablo 2 Resurrected. Sowieso, uh, er zijn zeven uh, characters in Diablo 2 Resurrected. Uh, en je hebt een. een, een, een heb, ik bedoel, als je Diablo eenmaal verslagen hebt in Diablo 2. Of er komt nog een baas daarna. Want dat is de expansion. die wel door Blizzard gemaakt is. en canon is en dat soort shit. Um, dan begint voor veel mensen pas Diablo. Dan gaan ze de beste items grinden. en dan gaan ze continu runs doen. om hopelijk die ene drop te krijgen. Ik ben daar veel minder van. Uh, sommigen zullen dan zeggen dat ik een fake Diablo-speler ben. Hm. Mm. Het zal wel, ik geniet veel meer van het uh, levelen van personages en me dan verheugen dat ik een skill kan gebruiken en dat soort dingen. Love it! Diablo 2, wat een game. Een van de beste uh, of all time, wat ik al zei. En um, heel erg leuk om daar weer in te duiken. Ook al is er genoeg andere, zijn er genoeg andere dingen om te spelen, zoals een Diablo 4 beta die op het moment van opnemen dit weekend gaat beginnen. Althans, Early Access. Uh, dus de mensen die gepreorderd hebben. die... Uh, hebben toegang tot de, de, de early access van de open beta. Het wordt echt een gekke werk allemaal. Um, ik heb wel toegang gevraagd. Ik heb alleen nog geen mailtje binnen. Ik zit letterlijk nu as we record, as we speak te kijken. Godsamme. En ik heb de game niet gepreorderd, want... Uh, ja, wa wa waarom zou ik? Zeg maar... Het is een beetje... En dan speel ik gewoon de open open beta, want mocht je nou benieuwd zijn naar Diablo 4... Um, volgende week, van 24 tot en met 26 maart, is uh, de open beta te spelen. Uh, is dat op PC en consoles? Wacht, ik heb het meteen even checken. Diablo 4 open beta, PC en consoles? Vraagteken. Uh, ja, op, uh, op uh, uh, consoles en PC. Dus mocht je benieuwd zijn naar Diablo 4, kan je dat dus gaan. Checken, hè? Zo, tot zover de playlist. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Komt er een Soul Calibur Remaster-vraagteken? Zal wel leuk zijn. Stalker twee ontwikkelaars worden bedreigd door Russische hackers. Dat is ook uh, uh, gaande in uh, deze week in de gaming sferen. En het is uh, inmiddels een wekelijks onderwerp, moet bijna wel. Er is weer een nieuwe update in de Activision Blizzard-overname. saga. ja, nieuws. Houdt mij niet op, het houdt mij niet op. Oh. Ja, je wordt er een beetje moe van misschien. Maar het is belangrijk, het is een big deal, letterlijk en figuurlijk. Maar goed, uh, het nieuws van deze week. Uh, allereerst uh, een nieuwtje wat al enkele weken speelt. Maar ik vond dit toch wel het uh, ultieme moment om het er dan toch maar over te hebben. De open-world game Forspoken heeft volgens uitgever Square Enix teleurstellend gepresteer gepresteerd. Dat uh, kwam deze week naar buiten. De game uh, kwam afgelopen januari uit voor PlayStation 5 en PC. Uh, het is het uh, project van Luminous Productions, een ontwikkelstudio met het team die eerder uh, Final Fantasy XV maakte. Kritiek was er alom. Uh, op uh, Steam heeft de game een mixed beoordeling. Dat is al niet, uh, niet fijn. Gamer.nl had als uh, minpunten een clichématig verhaal en een vechtsysteem die nooit lekker werkt. De cijfers over het algemeen waren 6'0. Nou ja, dat is aan zich niet slecht, maar voor een project van deze schaal is dat niet echt een goed teken. Uh, dat voorspoken niet lekker ging qua verkopen, dat was wel snel duidelijk. De, de game ging al heel snel in de aanbieding op beide platforms. Uh, daarnaast werd onlangs bekendgemaakt dat de studio, het zojuist genoemde Luminous Productions, gaat sluiten als individuele studio of ontwikkelaar en uh, opgeslokt wordt door Square Enix, de uitgever die ook de studio in handen had. Op 1 mei moet dit proces compleet zijn. Hoeveel exemplaren van voorspoken er zijn verkocht, dat wilde de uitgever niet delen. Want het was een teleurstellend iets. En dan is dat beter om dat getal maar gewoon niet te zeggen. Voor je aandeler, uh, aandeelhouders en zo. Volgens een ontwikkelaar die op LinkedIn zit, was het een game die meer dan 100 miljoen dollar gekost heeft. En uh, ik denk dat we wel kunnen stellen dat ze dat er nog lang niet uit hebben gehaald. En dat dit dus een, uh, een, uh, een groot verlies gaat worden voor Square Enix. Althans. Dit kwartaal als het gaat om dit project. Ondertussen zijn er nog steeds problemen omtrent de game. Patch 1.10 zorgt er bij veel gamers voor crashes van de game. Dus ze zijn het nog wel aan het updaten. Een fix hiervoor wordt op de dag van de opname uitgebracht. Dus uh, dat zou dan, als je dit hoort, gefixt moeten zijn. Um, ja, voorspoken. Het is een game die uh, uh, ge-showcased werd als Project Athia, weet ik nog wel. Toen de PlayStation 5 uh, onthuld werd. En um, het is een spel waarvan ik altijd als zoiets had van oh, hey, ik zou dit een kans willen geven. Um, de de was voor launch was er wel heel veel kritiek op vooral hoe het verhaal verteld werd. Want in trailers was het helemaal. Oh man, I'm talking to a freaking cuff. armband. Oh, ik praat ermee. Heel veel mensen noemden het dan de uh, marvelisatie. De marvelisation van dialogen. Um, ik weet ja. Uh, Oké, okay. als je dat zo wil noemen, prima. Ik, uh, ik, had, ik had wel de demo gespeeld, kan ik me herinneren van Voorspoken. En de game staat geïnstalleerd op mijn PlayStation 5. Maar ik heb er nooit uh, um, geen tijd voor gehad, zeg ik dan. Terwijl ik Diablo 1 en 2 zit te spelen, maar goed. Um, maar ik, ik heb ook nog niet echt zoiets gehad van... Oh, dit moet ik echt nu uitproberen. En als je dan kijkt naar de, naar de lauwe reacties online, dan... Uh, ja, dan, dan, dan heb ik ook zoiets van oké, okay, dus ik mis niet veel op dit moment. Um, uiteraard zijn er, zijn er gemengde reacties. Ik bedoel, er zullen er, er zijn ongetwijfeld mensen die het helemaal te gek vinden. En ik zie dat ook wel eens op, op comment secties en zo. Uh, mensen die dan zeggen, nou, ik heb voorspoken gespeeld. Ik vind het helemaal te gek. Dus, uh, en, en dat is, weet je al, dat is, dat is goed. Dat is mooi. Dat er alsnog liefhebbers zijn van die game. Um, het zegt wel heel veel over um, management, denk ik. Bij Square over hoe zo'n project 100 miljoen dollar kan kosten. Ik bedoel, ik, ik, ik weet het. Een, een gemiddelde Marvel-film kost nu ook 150 tot 200 miljoen om te maken. Wat bizar is, vind ik, in, in mijn optiek. Um, maar goed. Ik denk ook dat een game als dit niet per se 100 miljoen hoeft te kosten. Uh, ik denk ook dat het gevaarlijk is als budgetten. Zo dusdanig uit de hand lopen. En ik weet niet of dat een onvermijdelijk iets is. Of omdat het dan inderdaad gaat om niet zo goed management qua budget ook voor een game. Uh, want als een grote game 100 miljoen nodig heeft om te maken. Dan zitten we op een hele slechte plek in deze industrie. Want als elk, elke game van kaliber een gigant, gigantisch financieel risico is. Dan. Um, worden er ook geen risico's meer genomen? En krijg je sequel op sequel op sequel? En hé, hey, dit werkt heel goed in deze game. Dus laten we dat vooral lekker blijven kopiëren. Totdat mensen stoppen met het uh, kopen van een game. En dat is denk ik ook geen plek uh, waar we naartoe willen als uh, uh, liefhebbers van games zijnde. Um, maar het is, het, is, het is maar de vraag. Ik, denk dat, ik mag hopen dat dit een uitschieter is. Uh, want om maar even een recent voorbeeld erbij te pakken. Ik denk niet dat Resident Evil 4. Uh, 100 miljoen gekost heeft om te maken. Nou is dit ook wel een game geweest die heel lang in ontwikkeling is geweest. Ook Voorspoken dan. En dat uh, is vaak ook geen goed teken van goed management. Um, maar goed, dat Voorspoken heeft gefaald, kunnen we wel zeggen. Zeker als een uitgever naar buiten komt met oh, teleurstellend. De ver verkoopcijfers waren teleurstellend. Ai, ja, dat is minder. Uh, dus, um, dus ja, tot, tot zover dan Voorspoken. Oh, oh. wat jammer. Um, wat uh, minder ja of, nou ja, wat niet zo jammer zou zijn. wat mij betreft dan, ik ga sorry, ik ga toch weer mijn nostalgie een beetje opzoeken. Uh, het heeft te maken met een fighting game franchise. Volgens Nick Baker van de Xbox Era Podcast zou uitgever Bandai Namco namelijk bezig zijn aan remasters van meerdere delen in de Soul Calibur-reeks. En ja, elke keer als ik Soul Calibur zeg, moet ik dat sowieso. Soul Calibur. Dit is een uh, 1 versus 1 fighting-serie die voornamelijk in de eerste jaren van de Zero's groot was. Lang geleden, mensen. De serie begon als Soul Edge in de arcadehallen. Deze werd later op de PlayStation 1 uitgebracht als Soul Blade. De eerste daadwerkelijke Soul Calibur, dat was dus gewoon een vervolg op die game, verscheen op de Sega Dreamcast naast de arcadehallen in 2002. Dus de serie veel aandacht te krijgen met de aankomst van Soul Calibur 2 op PlayStation 2, Nintendo GameCube en Xbox. Wauw. Oh, ik heb die game Fantastisch. En naast de uh, veel modi namelijk, uh, prachtige graphics voor zijn tijd en een zeer vrije vorm van gameplay waren de cameo-personages een uniek selling point toen. De PlayStation-versie kreeg Haji Mishima uit Tekken, Xbox-spelers kregen Spawn, de GameCube-versie was het populairst door zijn gastpersonage, Link uit The Legend of Zelda. Te gek. Yoshimitsu uit uh, Tekken was trouwens in alle versies te spelen, is ook een uh, guest-character. Dit veroorzaakte een trend in fighting games waarbij guest-personages ook voorbij kwamen in andere fighting franchises, zoals Tekken en Mortal Kombat. Soul Calibur ging hier zelf ook meer uh, mee door. Cosmos uit Xenosaga saga was speelbaar in het derde deel. Soul Calibur 4 bracht uh, Darth Vader en Yoda naar de arena: Yoda voor de Xbox 360-spelers en Darth Vader voor de PlayStation 3-gamers. Devil Jin uit Tekken en Ezio Adettore da Ferenzi uit Assassin's Creed stapte, uh, stapte in de arena voor deel 5. Soul Calibur 6 is het laatste deel in de serie. Deze kwam uit in 2018 en is meer dan 2 miljoen keer verkocht. Deze had ook grote eenmalige personages zoals Geralt of Rivia uit The Witcher, uh, 2B uit Near Automata en Hawamaru uit Samurai Showdown. Sorry als ik die naam compleet zojuist uh, verkracht heb door mijn uitspraak. Ik uh, ken geen Japans. Welke games er op de remasterplank liggen is niet duidelijk. Het zou gaan om een collectie van titels. Het is wachten tot officiële info vanuit de hoek van Bandai Namco. Als ik dan een gokje zou moeten wagen, dan zou ik zeggen: Soul Edge of Soul Blade. Soul Calibur 1 en 2. Maar met 2 krijg je wel echt issues, denk ik. Het zou wel heel vet zijn als ze een remaster zouden maken van 2, en dat daar alle guest characters dan in zouden zitten. Dus dat je daadwerkelijk Hey Haji versus Spawn of Spawn versus Link zou kunnen doen. Dat zou echt wel een unicum zijn. Ik denk ook meteen dat dat tricky is omdat ik weet niet of Nintendo dat ziet zitten om dat te doen. Kijk, Hey Haji is van Bandai Namco zelf, dus die, dat is lekker makkelijk. Die kunnen ja hoor, prima, je hebt toestemming. Spawn, nou, dan moet je even met DC om de tafel zitten. Spawn is geen het is geen Batman, het is geen Superman. Dus whatever. Is het trouwens Spawn van DC? Zit ik me nu hardop af te vragen? Jawel, toch? Ik weet het niet eens. Wacht. Oh, sorry. Ik moet tijdens de podcast even googlen. Spawn. Comics. Waar Spawn van? Image comics. Oh. Uh, oh, het heeft crossovers gehad met Batman. En dat is dan weer DC. Oké. Okay. Ha. Huh. Waar liggen die rechten nu? Geen idee. Maar um, dat. Ik denk dat dat geen groot probleem zou zijn om, zeg maar, Spawn uh, te krijgen in je game. Maar Link. Dat is de grote vraag. En als je Link niet hebt. Ook, en al is het alleen maar in een Nintendo Switch-versie van een game, eventueel. Maar als je Link niet hebt, dan. Heeft het denk ik weinig zin om Soul Calibur 2 te remasteren. Dus dan ga je al heel snel naar. Misschien deel 4 of deel 3 of whatever. De vraag is natuurlijk ook hoeveel tracker, of hoeveel uh, vraag er is naar een Soul Calibur remaster collectie. Als ik heel, en dan, dan, dan kijk ik wel heel erg vanuit mijn eigen nostalgia. Maar twee moet toch wel de game zijn waar die mensen het liefste willen. <laughs> Als je kijkt naar. Uh, en dat komt eigenlijk maar door één character, komt door Link. Maar dat was voor heel veel mensen daardoor ook de eerste Soul Calibur die ze speelden. En misschien ook wel de laatste. Hm. Voor mij. Uh, wel, denk ik. Ik kan me namelijk niet. Misschien heb ik Soul Calibur 6 hier liggen. Omdat ik die ooit voor cheap kon kopen voor PS4. Heb ik ooit gespeeld? Nee. <laughs> maar ja, nee. Soul Calibur 2 is de enige Soul Calibur die ik echt uitgebreid heb gespeeld. Ik heb Soul Blade heb ik trouwens wel liggen op PlayStation 1. Ooit in een uh, grote lot gekocht ook. Dus ik, ik heb meer Soul Calibur's dan dat ik gespeeld heb. En dat is uh, aan zich ook wel een opvallend iets. Je mag oordelen, mag gewoon. De Soul Calibur remasters hebben daar trek in. Hmm. Dat is nog maar de vraag. Een wat serieuze bericht dan, uh, want uh, real world events hebben helaas uh, ook uh, invloed op de videogame-industrie maar al te vaak. GSC Game World, een ontwikkelstudio gevestigd in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, heeft op social media berichten gedeeld over dreigementen van Russische hackers. De studio is bezig met het maken van S.T.A.L.K.E.R. 2, Heart of Chernobyl, een open world first person shooter die voor nu nog gepland staat om in 2023 uit te komen op Xbox en PC. En dat moet dan ook meteen gaan uitkomen op Game Pass. Volgens de studio hebben ze te maken met intimidatie en chantage. Zo dreigen de hackers persoonlijke informatie en beelden van de game te lekken. GSC Game World zegt hierover dat ze niet zullen buigen voor eventuele eisen van de hackers en blijven stug doorwerken aan de game. Ze vragen wel aan de community om als er beelden of informatie uitlekken... dit niet te delen of waar mogelijk te bekijken. Um, en ja, de reden waarom Russische hackers dit natuurlijk zouden doen is omdat de, ...de makers van Stalker 2... ...pro-Oekraïne zijn... ...en dan ben je anti-Russisch... ...etcetera, etcetera. Um, wat een... Um... Aan de ene kant is het heel voorspelbaar... ...dat dit gebeurt. Like de, ik denk dat ze namelijk veel shit... ...over zich heen hebben gehad al... Uh, ...en dit is de eerste keer dat de ontwikkelaar... ...er daadwerkelijk mee naar buiten komt. Dus dat, daar moet je ook rekening mee houden. Ehm... Um, het is uh, een. Uh, uh, ja. Uh, het is gewoon sad. Sowieso natuurlijk die hele oorlog is, is verschrikkelijk en een, en, een, en een misdaad tegen de mensheid. Van heb ik jou daar. Um, en het is. Laat ik het zo zeggen. Er zijn eerder beelden uitgekomen van dezezelfde ontwikkelstudio. Hoe zij in Kiev. Um, Tussen alle bombardementen door. Of raketinslagen door. Proberen uh, door te werken aan de game. Er zijn al een paar mensen die aan de game hebben gewerkt. Die uh, gestorven zijn aan het front. Um, en het waren zeer verontrustende beelden. Om te zien dat mensen een alarm horen. Uh, sommigen nemen dan een harde schijf of, of een computer mee naar de kelder. Um, en dat ze daar dan gaan zitten totdat het hopelijk voorbij is. En dat is. Um, ja. Dat, 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 dan word je ineens heel erg geconfronteerd met. met wat er speelt. In, in real life. En dat is uh, heftig, vind ik dat. Zeker als je dan ervan uit gaat, oh, zo maken een entertainment-product. die gaat over het neerknallen van andere mensen. Wat dan ook bizar is. Ik bedoel, meestal. Ik speel games om... Persoonlijk. Ik speel games om... Mij te distancieren van wat er in het echte leven gebeurt. Um, het kan impact hebben op mijn echte leven. Bepaalde games. Uh, ik zal bijvoorbeeld nooit vergeten wat voor emotionele impact uh, Life is Strange op mij uh, heeft gehad. Uh, omdat dat verhaal zo ontzettend indrukwekkend was. Voor mij. Dat, 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 dat had heel veel raakvlakken met, uh, met mij. Um, maar dat is dan net wat anders dan zoiets. Ik denk dat er echt met heel veel. Er wordt zo anders naar deze game gekeken nu. Door de toestand van de ontwikkelaars. En dat is uh, ook wel iets uh, unieks. Um, ik denk dat het heel lastig wordt om deze game te bekritiseren voor wat het is. Uh, want hoe je het ook went of keert, althans, zo ben ik dan ook wel weer. Een game. Als ik, een als ik een game zou moeten beoordelen, dan beoordeel ik op, op wat de game is. En wat het met me doet, hoe het speelt, et cetera, et cetera. En zo zou het ook moeten gaan met Stalker 2. En ik denk dat uh, Stalker 2... Ik denk dat sommigen daar niet overheen zullen kunnen stappen. En... Nee, ik heb altijd ook gezegd, weet je, al komt deze game pas in 2026, 2027, i don't give a shit. Weet je, al de, de, de veiligheid van de mensen die het maken zou voorop moeten staan. En um, dit is dan nog een schepje erbovenop. Gelukkig, uh, of althans gelukkig, laat ik het zo zeggen, de enige dreigementen die de ontwikkelstudio nu naar buiten heeft gebracht, is dus: joh, ze dreigen om onze data te lekken. Ook persoonlijke informatie, wat niet cool is, like what the fuck. Uh, en ze dreigen natuurlijk om, 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 hun, om hun software neer te halen, en om uh, beelden te lekken, en uh, data te lekken, whatever. Um, Hmm. Dat, um, dat zijn nog loze dreigementen tussen aanhalingstekens. Als je dat vergelijkt met um, wat er dan in het echte leven gebeurt en kan gebeuren. Dus wat dat betreft uh, valt het mee. Maar dat is heel erg relatief gezien ten opzichte van wat daar allemaal in godsnaam gebeurt. Stalker 2. Um, verwacht ik dat de game in 2023 gaat uitkomen? Ik bedoel, het zou vet zijn. Ik, ze, onlangs hebben ze dus nieuwe beelden uitgebracht. En daar bleef dus staan, ja, 2023. Wat ik verrassend vond. Ik had zoiets van, misschien moet je dat in het midden laten. Um, want ja, je, je weet, we weten ook niet wat er de aankomende zes maanden nog allemaal gaat gebeuren. Maar ik verwacht wel dat als ze het dit jaar gaan uitbrengen, wordt het een November-game. En dan uh, wordt dat een hele grote win voor Xbox. Hmm. Die heeft namelijk drie maanden exclusiviteit met uh, S.T.A.L.K.E.R. 2. En het komt naar Game Pass. Wat uh, een big, big, big win is voor, uh, voor beide partijen, denk ik. S.T.A.L.K.E.R. 2. Uh, een game om je in de gaten te houden. Het, overigens, de beelden zien er fantastisch uit. Dus, uh, het is ook niet zomaar een game. Het is ook wel een game die er... Gewoon veelbelovend veel is het woord wat bij mij opkomt als ik, uh, als ik de trailers uh, op dit moment zie. Dus... Uh, wat dat betreft zijn ze ook goed bezig. Dus het is ook niet zomaar een spelletje. <laughs> een spelletje, jeetje. Um, nou ja, je snapt dat wel. Je snapt dat wel. Laatste nieuwtje van deze week gaat over de saga die maar niet wil eindigen. Oh, mensen. Ja, de saga rondom Activision Blizzard. Ja, deel. Uh, hoeveel hoeveel delen zijn we inmiddels van uh, van, uh, van dit gebeuren? Te veel. Te veel delen zijn ervan. Oké. Okay. Er gaat geen week voorbij of er is nieuws... rondom de overname van Activision Blizzard. Vorig jaar kondigde Xbox samen met de uitgever... en ontwikkelgroep achter World of Warcraft... Overwatch, Scanning Crush, Call of Duty en vele andere aan... dat Microsoft de partij wilde overnemen... voor bijna 69 miljard dollar. Sindsdien zijn er meerdere bedrijven... en commissies geweest die zorgen hierover hebben. De grootste hiervan is de directe concurrent van Xbox... PlayStation. Vorige week had ik het in deze show met je over... dat Xbox documenten mag inzien van PlayStation... omtrent de uh, communicatie over... De Deal en uh, exclusiviteitskwesties. Uh, zo werd er een, uh, een uh, ouder uh, document werd er opge, opge, uh, hoe dat? Op, opgehaald, waarbij duidelijk werd dat PlayStation heeft betaald voor het exclusief houden van onder andere Final Fantasy 7 Remake, van Final Fantasy XVI, van Bloodborne. Wat die vind ik dan wel enigszins logisch? Ik denk ja, de. En um, A Silent Hill 2, dat daar ook voor betaald is om die in ieder geval niet naar Xbox te brengen. En zeker niet op Game Pass. En dit uh, geeft een beetje de hypocrisie weer van PlayStation, die heel erg bang is dat Call of Duty exclusief gemaakt gaat worden op het moment dat Xbox uh, de boel overneemt. Want ja, weet je, ze betalen zelf ook voor exclusiviteitsdeals. Het is part of the business en dat is het al heel erg lang. Deze week ging Xbox wederom deals opzoeken met partijen om aan te tonen dat ze juist willen dat games op zoveel mogelijk platforms komen. Want dat is een beetje de boodschap die Xbox wil aangeven bij alle commissies. Van nee, dit is goed voor gamers, want world, meer plekken. Um zo is er een deal getekend met Boosteroid en Jubitus, waarbij Microsoft belooft dat Xbox Games, inclusief Call of Duty, daar de aankomende tien jaar op te streamen zullen zijn. Dit zijn namelijk twee streaming services, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Google Stadia of Utamic, wat wij hier in uh, Nederland onder andere hebben. Internationaal ook. Uh, dus dat zou denk ik ook een volgende partij kunnen zijn waar we mee ze gaan tekenen. Um, ja, een soortgelijke deal die maakten ze eerder al met GeForce Now, wat ook zo'n streaming service dienst is dat je games uh, via de cloud kan spelen in plaats van uh, lokaal. Uh, met Nintendo maakten ze de deal dat Call of Duty de aankomende 10 jaar op hun platforms te vinden is. Dus uh, uh, continu 10 jaar deals. Ze hebben zo'n soortgelijke deal dus ook met PlayStation. Uh, dat ze zeggen, hé hey, jullie kunnen Call of Duty de aankomende 10 jaar, dan zijn we juridisch verplicht om de aankomende 10 jaar op zijn minst. Dus PlayStation, of, uh, Call of Duty naar PlayStation te brengen. En die deal omvatte dus ook uh, PlayStation Plus extra en premium tiers. Uh, maar dat zag PlayStation niet zitten, want dat is een strategie helemaal niet. Daarnaast heeft de Britse waakhond zeven reacties gepubliceerd van verschillende gameontwikkelaars. Waarvan het merendeel anoniem wenste te blijven. De reacties zijn vooral in support voor de overname van Activision Blizzard door Xbox. Een van de partijen ligt toe hoe PlayStation het overgrote marktaandeel heeft in de consolemarkt tussen de twee. En dat meer concurrentie pusht voor meer innovatie. Een ander zegt dat, alhoewel PlayStation een dominantere kracht is als het gaat om consoleaantallen, hun games verkopen juist meer op Xbox door de betere vindheid van titels op. Een digitale winkel. Dus daardoor zijn zij ook een beetje pro Xbox. Ze zijn vriendelijker tegenover ontwikkelaars. En daardoor is het goed als zij ook een keer uh, wat dominanter worden. zodat ze wat dat betreft ook wat meer kunnen doen. Ook voor die partijen. En een andere uh, ontwikkelstudio of uitgever, Partij, wijst erop dat als Xbox Activision niet mag overnemen, dat dan de kans bestaat dat het Chinese Tencent een poging gaat doen om de partij over te kopen. Tencent heeft namelijk op dit moment aandelen in Activision Blizzard. Uh, heeft een, een flink deel, volgens mij 15%, heeft Tencent, uh, hebben ze in handen van Activision Blizzard. Dus dat zou dan eigenlijk het meest logische zijn. En dat zou dus ook weer een soort van compromis zijn. Van ja, waar, in wat voor handen wil je dat Activision Blizzard valt? In Amerikaanse handen, Microsoft, Activision. Komt uit Amerika. Blizzard ook. Komt uit Amerika. Um, of wil je dat het in Chinese handen valt? Is dan een beetje de morele kwestie die daar. Uh, uh, neergezet wordt. Er was overigens één partij. Um, die de Britse waakhond dus heeft gepubliceerd. Uh, van de reacties dan. Eén partij was het er absoluut niet eens met de deal. en dat was PlayStation. <laughs> Not surprising anyone. Dus. Um, ja, alle. Uh, alles lijkt erop, en ik zeg dit al een jaar, dat deze deal uh, door moet gaan. Ontwikkelstudios en uitgevers hebben zoiets van: gewoon door laten gaan. Gewoon doen. Um, PlayStation, de meesten zijn het er ook over eens dat PlayStation hun argumenten zwaar overdrijft. Nou, doet Xbox dat op dit moment natuurlijk ook. Uh, ze voegen nu wel daad bij woord. Met hé, hey, wij tekenen deals met allerlei partijen voor de aankomende tien jaar. Nou, prima, whatever. Um, <laughs> dat zal wel. Uh, dus, dus ja. Ik zeg het elke week. Het is een saga. Het duurt zo ontzettend lang. PlayStation heeft het al kunnen vertragen met nu op zijn minst een jaar. Dus wat dat betreft hebben ze hun doel denk ik al meer dan bereikt. Um, laat de deal gewoon doorgaan, jongens. Dit, dit, dit geneuzel. Laat het gewoon gebeuren. Um, en dan zien we verder wel wat de toekomst brengt. En ik roep dit ook al een hele tijd. Uh, waar PlayStation voornamelijk bang voor is, is: het gaat alleen maar om Call of Duty. Het gaat niet om Overwatch. Het gaat niet om World of Warcraft. Het gaat niet om uh, Diablo. Ook Blizzard. Uh, het gaat niet om Spyro. Het gaat niet om Cars Bandicoot. Het gaat niet om. Nee, het gaat allemaal om Call of Duty. Um, ving, ving ook gek, zeg maar. Um, en ik snap het: Call of Duty is de grootste gaming franchise die we hebben. Punt. Zeker met elk jaar die releases weer on top of de sales charts. Dat soort shit, whatever. Um, maar ik, ik, ik zie het ook als een kans. En je al? je hebt tien jaar. stel, je bent bang dat je na tien jaar exclusiviteit kwijtraakt van Call of Duty. Hoeveel tijd heb je dan om zelf iets neer te zetten ook? Ja, hey ik, ik blijf dit herhalen. Ik zeg dit elke week bijna in de show. PlayStation heeft de capaciteit. Ze hebben de macht om zelf met een nieuwe first-person shooter franchise te komen. Die dan van hun is. Ze hebben motherfucking Bungie. Ze hebben Bungie. Is, een, is van PlayStation. Geen onderdeel van PlayStation Studios. Dus met, hè, met, met dat hele afspraak met het overnemen van Bungie stond ongetwijfeld dat Bungie zegt... ja, maar we willen gewoon op alles kunnen blijven uitbrengen. Ik denk dat dat dan ook voornamelijk gaat om Destiny. Maar je hebt Bungie. Je hebt first-person shooter franchises in handen. Zoals Killzone en Resistance en Socom. Waar je al jaren niks mee doet. Waar je, die je zo zou kunnen... Ik, ik, Serieus, een van mijn droom-Playstation-games... is Resistance 1, 2, 3... Remaster op PS5. Easy. Want nou, ja, Easy. Ik zeg niet dat het makkelijk is om te maken. Maar. Gewoon Resistance Trilogy op PS5. Schaal de graphics een beetje op. Kies één van de drie games om online multiplayer terug te brengen. Bam. Million seller. Ik ga het halen. Ik ga het meteen spelen. Ga je de remake route ermee op? Misschien doe je dan alleen Resistance 1. Of, maak je, of reboot je de franchise. Gewoon, er zit zoveel potentie in Resistance. En dat zeg ik ook voor Killzone. Er zit zoveel potentie in Killzone. Het is zo vet gewoon. Die Hellgast. Het is een iconisch, iconisch ding. Die Hellgast. En wil Guerrilla het niet meer doen? De studio die ooit Killzone maakte. De Amsterdamse studio. Die nu namelijk bezig is met Horizon. Um, daar kom ik zo op terug trouwens. Um, als zij het niet willen doen, er zijn... Geef Killzone aan Bungie. Like, hoe, hoe vet zou dat zijn? Bungie, die ooit Halo maakte, nu Killzone maakt. Like, pff, fucking mindblowing. Hoe vet zou dat zijn? Althans, ik vind het een heel cool idee. Um, gewoon, niet zo janken en ga, ga, ga wat maken. Misschien dat deze Last of Us multiplayer game die eraan komt... Dat dat een... een, een het, het zal niet hetzelfde worden als Call of Duty. Moet je ook niet willen, overigens. Vind ik. Um, want je kan Call of Duty naapen, maar... In hoeverre ga je daarmee succesvol zijn? Niet. Oh. Ik bedoel, je kan wat elementen overpakken van Call of Duty. Uiteraard. Maar hè, je moet niet een één-op-één kopie gaan maken. PlayStation doet het meer dan prima. En... Ik blijf dit ook continu herhalen. We weten niet waar Call of Duty staat over 10 jaar. Hè, blijft het? Is het dan nog net zo succesvol? Ik weet het. Call of Duty bestaat. Jezus, Call of Duty bestaat 20 jaar. Eind dit jaar is het 20 jaar. Dus eind 2023 is het 20 jaar geleden. Dat de eerste Call of Duty. Ik voel me zo oud. Oh my god, ik voel me zo oud. Anyway, um, maar ja. Call of Duty heeft wat, wat lagere punten gehad in de franchise. En we weten het. Je kan niet in een glazen bol. Ja, of ze hebben daar ergens. In de Secret Society of PlayStation een glazen bol. waarin staat dat Call of Duty. gewoon. Quadruple. 400. Kajillion. A bazillion. A trillion dollars maakt over, over tien jaar. En dat ze dan exclusiviteit kwijtraken, dat zou kut zijn. Maar. Dan is er ook nog steeds de financiële realiteit. En dat is dat uh, Microsoft 69 miljard neerlegt voor Activision Blizzard. En dat geld moeten ze terugverdienen. Sterker nog, deze overname moet uiteindelijk geld opleveren. En dat ten eerste. Duurt dat even? Ten tweede, ja, dan heb je PlayStation nodig. Xbox heeft PlayStation net zoveel nodig. Als dat PlayStation Call of Duty denkt nodig te hebben. Dus ja, sterker nog, ik weet niet hoe dat juridisch gezien werkt. Maar als PlayStation echt wil pesten. dan zouden ze kunnen zeggen: Call of Duty mag niet op PlayStation. <laughs> dan zou daar waarschijnlijk ook weer een hele juridische procedure over komen. Dus dat zou waarschijnlijk zo dusdanig kinderachtig zijn dat het niet gaat gebeuren. Maar er kunnen nog heel veel pesterijen eromheen gaan, uh, gaan lopen. Dus fucking. teken de deal, PlayStation. Laat de overname gewoon gebeuren, want ik denk, ik, het is onvermijdelijk. denk ik, dat het gaat gebeuren. En let, let's move on. Weet je? Ga goede games maken. Hoeveel geld er wel niet is. Ik denk dat je een aantal hele toffe kleine projecten had kunnen financieren. met het geld dat je kwijt bent geraakt. aan het tegenhouden van. proberen tegen te houden van deze deal. Dus de stop. Goed, tot over de Activision Blizzard update van deze week. Ik uh, heb zo vermoeden dat dit uh, uh, wekelijks terug kan komen. Ligt er natuurlijk aan wat er gebeurt. Als het niet boeiend genoeg is, dan ga ik het er ook niet nog een keer over hebben. Maar alsnog, um, bear with me. Hou vol. Je kan het. Je kan het, je kan het, je kan het. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast at gamergeeks.nl Ga ik naar de mailbox podcast.gaminggeeks.nl als je ook een vraag of kwestie hebt voor de show. Uh, laat het vooral weten. Dus via dat uh, mailadres uh, vind ik leuk. Overigens wil ik daarmee ook uh, nog zeggen. Uh, want ik heb een mailtje binnengekregen van Ludwig. Um, ik zie jou. In de comment sectie van uh, onder andere YouTube. Waar dus de videoversie van deze show te vinden is. Um, ik, ik reageer daar niet heel erg veel op. En ik heb het er ook... Niet heel vaak over in de show. Um, maar weet dat ik, dat ik de reacties zie. En dat ik ze ook waardeer trouwens. Ik waardeer heel erg als mensen zeggen. Hé, hey, bedankt voor de podcast. Het is een soort van standaard reacties van een aantal mensen. Wat ik, wat ik ontzettend lief vind. Want ik vind het ook leuk om deze show te maken. En uh, dat soort reacties. Uh, dat uh, geeft toch wel een kleine motivatieboost. Uh, ja toch. En ook trouwens als je nooit reageert. Ik zie jou ook. Ik hoor je. Ik weet dat je er bent. Inactieve luisteraar. Die wel gewoon luistert naar de show. Dank je. Ik waardeer het. Weet dat. <laughs> Ik weet niet waar, welke richting dit nou ineens in gaat. Klik klinkt het ineens deze een honderd Fucking priester of zo. Weet. Geloof in Gamer Geeks. Geloof in deze podcast. Samen komen we verder. Anyway, een mailtje. Uh, van Ludwig Des. Hey Jim en MediGeek. Nou, MediGeek is er vandaag niet. Echt tof om te zien dat er de afgelopen weken weer regelmatig een podcast online kwam. Ja, dat is altijd een issue met uh, deze show. He, ik maak deze show in mijn vrije tijd. Ik maak deze show uh, volledig uh, vrijwillig. En um, ik uh, probeer er zoveel mogelijk passie en plezier in te steken. Um, en hopelijk komt dat een beetje over. Maar ik merk dat, uh, ja, dit jaar we, we zijn steady bezig. Dus, uh, um, althans, ik vind dat dan lekker. Misschien jij ook. Weet ik niet. Dit gesprek kan heel erg nu uh, richting een NOS Sportredactie kwestie gaan. Dus laten we vooral uh, doorgaan met de mail. Uh, bedankt Jim voor de moeite die je erin steekt. Nou, dankjewel Lieter. Um, ik heb een paar vragen voor de podcast. Kijk. Nu de laatste was HBO voorbij is. Welke game verdient jou uh, volgens jou een echte live-action film of serie die er op dit moment nog niet is? Um, bij het uh, vertalen van een videogame naar film moet je met een aantal dingen rekening houden. Uh, je moet, denk ik, kijken wat, wat is realistisch om te kunnen doen. Uh, hoeveel bravoure, of hoeveel aantrekkingskracht is er tot een bepaalde IP? En uh, in hoeverre moet je dingen veranderen om het een goed verhaal te maken? Uh, kijk, de laatste was HBO. Uh, hoeveel ik het ook... Uh, ik wil het ontzettend veel... Um, ...complimenten geven voor alles wat het gedaan heeft. Maar, dat gezegd te hebben... ...de scriptschrijvers... ...hadden het wel makkelijk. Want... ...ik vind ook een aantal van de beste scènes... ...in de Last of Us HBO-serie... ...zijn scènes die gewoon copy-paste... ...van het script van de game. En dat is niet erg... ...want hey, je maakt voor een reden deze serie... ...gebaseerd op een game. De. Maar he, dat, dat maakt het ook wel... ...heel makkelijk. Ehm... Um, dus je moet met dat soort dingen moet je allemaal rekening houden. Niet dat je alles letterlijk kan copy-pasten, maar er moeten elementen of, zeg maar, scènes zijn in een game die je één op één kan overkopiëren. En um, een geval waar... En je moet, vind ik, ook uh, ergens op de rem trappen. Want hoe goed de laatste was HBO, uh, of uh, ja, de laatste was HBO nu is, niemand heeft het op dit moment over de Uncharted film. Er is een film geweest van Uncharted. Nou, was dat ook COVID en dat soort shit allemaal. Niemand naar de bioscoop, althans heel weinig mensen naar de bioscoop, et cetera. Allemaal allemaal gezeur. Um, maar niemand heeft het over die film, terwijl die film fucking Tom Holland en Mark Wahlberg had. En nou zou je misschien als wat jongere luisteraar kunnen denken: wie de fuck is Mark Wahlberg? Een gekke man. Maar Tom Holland is natuurlijk wel big shit. Ik bedoel, het is Spider-Man. En wat Uncharted fout deed... is dat zij probeerde elementen van vier games... Uncharted 1 tot en met 4... probeerden zij allemaal in één film te proppen. Oh, een actiescène uit deel 3, die doen we hier. Personages uit 1 en 2, doen we hier. Uh, we doen... Uh, oh, ja, weet je wat? We doen deze referentie naar 4, doen we, uh, doen we daar. En dit, dit scenario uit 4, doen we hier. Gewoon één grote fucking clusterfuck was het. En dan aan het einde van de film... Spoilers voor de Uncharted film, I guess... Uh, maar aan het einde van de film hinten ze naar het plot van deel 1. Wat? Terwijl je hebt al die shit uit 2, 3, 4 al. Wat de hel? Wat? Hoe dan? Weet je gewoon. En dat zal ik nooit snappen. Ze hadden gewoon Uncharted 1 kunnen pakken. Daar een fucking lauwe filmversie van kunnen maken. En dan had je ook een fantastisch, fantastische actiefilm. Die heel erg deed denken aan Indiana Jones. In een tijdperk waarin we misschien wel weer behoefte hebben aan een soort van zorgeloze Indiana Jones-film. Ik weet het, er komt een nieuwe Indiana Jones. Maar moet die goed? Geen idee. We, gaan dat, we moeten dat allemaal afwachten. Dat soort dingen moet je, daar moet je dus allemaal rekening mee houden. Op het moment dat je een, 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 een videogame gaat vertalen. Het is een heel lang verhaal. Wat is nou het antwoord op mijn vraag? Dit is zo'n groot risico om te doen. Maar ik denk dat als je de ballen hebt om het te doen. Dan. Wat ik al zei, dan heb je balls. En dan, dan, dan verdien je props. Bioshark. Bioshock zal denk ik altijd beter werken als game. Um, net zoals dat ik ook sommige stukken in de laatste was... beter vind werken als game. Het hele infected gebeuren. Je ziet ze niet heel veel in de serie... en dat is toch best een beetje gek. Maar whatever. So well. Bioshock is zo te gek. Qua setting. Qua sfeer. Als je dat in een film kan stoppen... en de rode draad van het plot van de game... Kan aanhouden, inclusief plot twists, dan doe je iets ontzettend. dan, dan ben je een genie, wat mij betreft. Uh, dat zou wel lastig zijn, omdat jouw personage. en dit is waar heel veel games uh, last van zouden kunnen hebben. Um, maar het personage in Bioshock. Is, uh, die, die praat niet. Praat nooit. En dat is natuurlijk wel een probleem, hè? Dat is wel een probleem. Dus dan zouden ze Jack, het hoofdpersonage van Bioshock 1... Zouden ze dan een stem moeten geven. En uh, ook een gezicht. Iets wat hij uh, wel heeft, geloof ik, in Infinite. Maar dan hebben we het dus al over Infinite. Maar dat wordt heel erg obscuur gehouden allemaal. Dus het is risico, Bioshock. Anderen, um, A live action wordt er specifiek gezegd. Oké. Okay. Star Wars Jedi Fallen Order. <laughs> Gewoon, ver, verfilm de, de game naar Too Soon, denk ik. Maar alsnog, dat zou vet zijn. Um, Diablo. Ja, als serie zou dat echt wel kunnen werken, denk ik. Als je goed rekening houdt met de lore. En als je goed rekening houdt met wat er komen gaat. Allemaal binnen het Diablo-universum. Ja hoor, waarom niet? Tristram in live-action zou echt fantastisch zijn. Blizzard heeft natuurlijk ooit een poging gedaan met een Warcraft film. En ook daar, ook die Warcraft film. Zoveel potentie in die film. Het is geen hele slechte film, vind ik. Warcraft. Ik zou hem wel nog een keer moeten kijken om daar. Het is een tijdje geleden dat ik het gezien heb. Maar. Ik kan me nog zo herinneren dat ik dacht, oh, waarom probeer je nou allemaal shit van World of Warcraft en Warcraft 3 en al, je probeert alles in één film te douwen? Nee! Hou het simpel! Hou je aan één of twee, max twee games. Of pak één game als basis en probeer misschien kleine elementjes te pakken van... Hè? Want Warcraft 1 was heel simpel qua plot. Orks komen, mensenland binnenvallen. Dat was het plot van Warcraft 1. En dankzij allerlei background lore in 2 en World of Warcraft. Hè, heeft dat allemaal veel meer diepte gekregen. en zijn er allemaal personages bijgekomen. Maar je, ik merkte gewoon dat. die film was echt gewoon. what the fuck gebeurt er allemaal? Joh, wat? Te veel, te, te veel willen doen. in één film. En vandaar dat ook een televisieserie. Uh, ook wel een goede oplossing zou zijn. Uh, ik denk dat Life is Strange heel goed kan werken als serie. Live action. Volgens mij is Life is Strange ook in ontwikkeling, geloof ik. De, de serie. Dat is ook het ding. Een Metroid. Metroid. Wederom. Je moet het goed aanpakken. Heel goed kijken met welke plotpunten werken. Welke game ga je vertalen en hoe ga je dat vertalen. Um, en, en ook Samus is ook een... Nou ja, ze praat heel veel in Metroid Other M. En, en ze praat heel veel in Fusion. Maar daar heeft ze geen stem, want dat is een Game Boy Advance game. Um, maar ook daar, dat, dan is casting zo ontzettend belangrijk. Want wie gaat Samus, uh, Samus Aaron spelen dan? Geen idee. Geen idee wie dat zou moeten doen. Ik ben ook geen casting director, dus dat scheelt. Um, kan ik kan nog meer voorbeelden bedenken. Zou in mijn hoofd. Nou, uh, dat verbaast me eigenlijk ook. Call of Duty. We hebben, Call of Duty is de grootste. Gaming franchise ooit. Hoe. is er niet de verleiding. om. er nog meer geld uit te halen. En het, en het merk nog populairder. en nog breder. en gewoon echt letterlijk. iedereen aan de Call of Duty. met een verfilming. van Mother Warfare. het origineel. of de remake. of whatever. de reboot. wat je ook wilt doen, World at War. heel you know? Ja. Uh, yeah. Modern Warfare. Ik, ik zou. Ik, pff, waarom hebben ze dat nog niet gedaan? Waarom is dat nog niet aangekondigd? Doopacteurs erin. Dat zou zo waar, zeg maar, de nieuwe soort van Fast and the Furious franchise kunnen worden. Bleh. Het is een beetje herseloos, maar stoer. Bleh. En je al knallen. Bleh. Michael Bay zou dat kunnen regisseren, want Transformers, de Transformers franchise is voor de helft gewoon een wannabe Call of Duty film franchise. Zeker als je naar die eerste paar films kijkt, weet je, hoor, hoorah, wij zijn soldaten, hoor, oh, en er zijn robots, ja, hoorah, wij zijn hoera, USA. Dat zou denk ik ook een goede kunnen zijn. Nou, dat zijn er wel een aantal opties, uh, genoeg opties. Ik zou me voorlopig kunnen vermaken, zeg maar. Als ik uh, een scenario schrijver was geweest. Of ik run een filmstudio of whatever. En ik heb heel veel geld om uit te geven. Even kijken hoor. Um, tweede vraag. Ja, we zijn nog steeds bij het miltje van Ludwig. Wat verwacht je dat Playstation gaat aankondigen op hun grote showcase in de zomer? We gaan veel geruchten over een mogelijke showcase. Um, Playstation moet... Uh, uh, ja, die moeten echt hun kaarten laten zien, hè. Want we weten eigenlijk bizar weinig over wat er op Playstation gaat gebeuren... naast Spider-Man 2 en Wolverine. En een Last of Us multiplayer game. Dus dat zijn drie games. Het um, is niet niks. Ja, zeker Spider-Man 2 komt dit jaar. We krijgen dit jaar meer informatie over de Last of Us multiplayer game. Nou Wordt de Last of Us multiplayer game wel een... Ik denk dat daar heel gemengd op gereageerd gaat worden. Want ik denk dat het allersterkste van de Last of Us is het plot. En in een multiplayer setting is een plot overbrengen moeilijker. Het is niet onmogelijk, maar veel moeilijker. Um, Neil Druckmann, uh, de man die Naughty Dog runt... en ook betrokken is geweest bij de les was HBO-serie... hebben we gewoon weer over het les was. Heel knap. Die heeft dus um, deze week ook getweet. Zo van, hé, hey, uh, Naughty Dog is bezig aan hun nieuwe project. Als in, wij, hebben, wij zijn nu gesetteld op wat we gaan maken. Ik weet dat heel veel mensen de last was part 3 willen. Ik kan niet zeggen of dat het is. Hmm. Hmm. <laughs> Laat de geruchten molens maar draaien, jongens. Um, ik hoop stiekem van niet. Ik hoop niet dat Naughty Dog nog een Last of Us game nu gaat maken. Ik zou het wel tof vinden als ze eventjes wat anders doen. Dus dat. Uh, maar wat gaat Playstation aankondigen? Uh, ik heb nog steeds geen antwoord gegeven op je vraag. Ik denk niet trouwens dat als he, dat project, wat dat dan ook mag zijn, mogelijk Last of Us Part 3 heel erg mogelijk ook niet. Ik denk niet dat Naughty Duck die nu al moet gaan onthullen. Uh, onthullen. Ik denk dat deze uh, zomer showcase gaat sowieso natuurlijk uitlichten dit is wanneer Spider-Man uitkomt. Dit is de eerste gameplay van Wolverine. Mag ik hopen. Uh, hier is de laatste als multiplayer game. Dus dat zijn drie dingen die je sowieso moet verwachten. En als een van die drie dingen er niet in zit, Wolverine zou ik nog kunnen zeggen: oké, okay, die heeft wat meer tijd nodig. En ze willen één Marvel-game dit jaar uitlichten, dat is Spider-Man. Zou ik dan nog ergens... Dat zou ik nou enigszins begrijpen. Snap ik wel. Maar ja, wat er nog meer? Uh, nou ja, waar is Guerrilla mee bezig? Uh, of is dat ook te vroeg, vraag ik me dan af. Uh, de dames en heren in Amsterdam. Die uh, volgende maand nog met DLC uitkomen van, uh, van, uh, van Horizon. Daar is ook een vraag over. Ik kom zo bij je terug. Wat dat betreft. Um, maar alle andere studio's moeten ook een keertje gaan laten zien. wat ze nou eigenlijk aan het maken zijn. Um, Sucker Punch is ongetwijfeld bezig met Ghost of Tsushima 2. Uh, dat zou een goede zijn een aankondigingstrailer strelen daarvoor. Sony Santa Monica, de studio achter God of War Ragnarok. Is ook al. een tijdje bezig met een ander project. Want Cory Barlock. De, de regisseur van God of War 2018. regisseerde niet Ragnarok. Had daar wel een, een, een rol in als in. Oh ja, nee, dit is tof. Of misschien hè, een beetje advies her en der. Um, maar was niet hoofdverantwoordelijk. Ik heb het idee dat die studio. Projecten aan het maken was. Nu alle hands deck aan dek uh, aan een project. Wat hebben we dan nog meer? Um, uh, misschien de nieuwe game van de Returnal Studio. Want het is al twee jaar geleden sinds dat Returnal uitkwam, geloof ik. Ja, twee jaar geleden al. De, ja, de PC-versie is dit jaar uitgekomen, maar whatever. Uh, dus de nieuwe game van hun. Um, Hopelijk krijgen we eindelijk iets te zien van Haven Studios. Dat is de studio die uh, PlayStation gefinancierd heeft. En ook een jaar daarna of zo, gewoon meteen overgekocht. Van nou, whatever, kom, maar gewoon, kom er maar gewoon lekker bij. Het wordt tijd dat dit soort investeringen een keertje wat gaan laten zien. Uh, en wat ook een beetje uh, de live service toekomst wordt voor PlayStation. Want dat is iets waar ze heel erg op willen inzetten. Dat is waar heel veel investeringen naartoe gaan. Luister, er was multiplayer. Uh, er wa waren beelden gelekt van een hele vroege Horizon multiplayer game. Misschien daar zit ook nog een mogelijkheid in dat we zoiets, zoiets gaan zien. Uh, dus daar is genoeg om, om, uh, om te checken. Uh, en de nieuwe remake van Bluepoint. Bluepoint Games, die. Uh, ...de Nathan Drake Collection heeft uh, gepoord... ...de Shadow of the Colossus remake heeft gedaan... ...en Demon's Souls. Die zijn bezig met een remake. En de geruchten gaan dat het Metal Gear Solid 3 is... ...wat ik qua timing in de... ...chronologisch gezien in de franchise snap. Want Metal Gear Solid 3 speelt zich af voor 1 en 2. Um, en ik denk dat die geruchten inmiddels... Dus vaak zijn vaak vaak langsgekomen dat er iets van waar zou moeten zijn. Een Medal Gear Solid iets. Maar ik denk ook dat we. Als er een zomer-showcase komt. dan krijg je ook gewoon derde partijen. Dan krijgen we Death Stranding 2 bijvoorbeeld. En dan krijgen we. Um, weet ik veel wel nog meer? Uh, andere partijen. Deals, dingen. We moeten het allemaal maar afwachten. Maar het is. Uh, uh, als ze echt pas een showcase hebben in de zomer. Want ook daar, ook daar hebben we gezien dat PlayStation niet altijd de, juist, de juiste keuzes maakt. Zij hebben, ze hebben nog maar één State of Play dit jaar gehad. Eén digitale presentatie of een showcase of hoe je het dan ook wil noemen. En daar was de, hoofd, de hoofdattractie was de Suicide Squad, Kill the Justice League. En die werd dusdanig slecht ontvangen dat de game nu weer is uitgesteld. Dus, uh, ja. Ik heb. Ik heb eigenlijk, en. Daarbij moet ik ook zeggen. Ik vind het best heftig. Dat we al zo lang. geen plan hebben van PlayStation. Geen. Waar zijn hun studios nou eigenlijk mee bezig? We weten het dus van slechts een paar. En bij de rest moeten we uitgaan van geruchten. Het zou toch wel fijn zijn, denk ik, voor spelers. Ook zeker de mensen die dit jaar een console willen kopen. Uh, en ik denk ook dat het goed zou zijn voor PlayStation om überhaupt een beetje de kaart op tafel te leggen. Kijk jongens, hier zijn we nou allemaal mee bezig. Zie je hoe vet? Koop die console. Ja. Dat. Laatste vraag van Ludwig. Laatste vraag voor deze aflevering van de show. Wat zijn jouw verwachtingen van Horizon Forbidden West Burning Shores? de DLC van Horizon Forbidden West? Waarom komt deze volgens jou alleen naar PS5 en niet naar PS4? Um, die laatste vraag. Is heel simpel. Uh, Sony wil PlayStation 5 verkopen. Ik denk dat ze realiseren inmiddels van. Mensen zijn wel bereid om die overstap te maken. En hoe meer kleine stapjes we kunnen zetten, hoe beter. Guerrilla zelf, de studio. Kijk, ik ben geen gameontwikkelaar. Ik weet niet hoe het allemaal werkt. Maar ik heb zoiets van: als je de basisgame werkend kan krijgen. Dan moet de DLC toch ook kunnen, toch? Dat is lijkt mij het meest logisch. Ik weet natuurlijk niet wat de DLC allemaal inhoudt. En dit is wat Guerrilla zelf erover. Zij zeggen: nee, wij wilden dingen doen die echt niet op PS4 kunnen. Ik ben benieuwd welke dingen dat dan zijn. In alle eerlijkheid, want ik kan me in het universum van Horizon, zoals het er nu is, niet per se iets bedenken wat niet op PS4 zou kunnen. Tuurlijk, die VR-game zou niet op PSVR 1 kunnen. Dat snap ik. Maar we hebben het hier over een uitbreiding op een bestaande game. Eh? Nee, nee, ja. oké. Okay. Dat gezegd hebben, kan natuurlijk wel. Dat zal allemaal shit doen Van ook ik misschien wel zal zeggen: wow, oké. Okay, nee, dit kan niet op PS4. Dit kan niet. Maar daar heb ik wel mijn twijfels over. Ik zie het als een marketingtruc. Uh, wat verwacht ik? Ik verwacht meer Horizon. En daar is eigenlijk niks mis mee. Um, het is wel dat ik nu. Uh, ik sta niet te popelen om terug te keren, zeg maar. Dat. Ik heb niet zoiets van. Oh shit, april, dan komt de DLC van. Nee. En dat komt ook door de benieuwde gamespeel. Ik, ik, ik ben iemand van. Ik speel een game. Ik speel het uit, hoop ik. Er zijn natuurlijk games die ik, die ik opgeef. Dat ik denk, nou, het boeit, boeit me niet genoeg weg. Uh, maar als ik een game eenmaal heb uitgespeeld, dan is het voor mij ook klaar. Er zijn heel weinig instanties dat ik terugga voor trophies. Heel weinig. Ik heb de platinum van Horizon Forbidden West. Dus voor mij is dat hoofdstuk een beetje afgesloten. Gewoon klaar. Wat mij betreft. Um, maar wie weet. Uh, dat komt misschien ook door de marketing. Ik heb nog geen... De, ik, ik voel ook helemaal geen buzz online. Verder. Ik zie niemand in mijn, in mijn gaming tijdlijn. Die zoiets van... Bro, ik kan niet wachten op de DLC. Kom natuurlijk ook gewoon omdat dit eerste halve jaar um, best wel druk is qua nieuwe releases en wat er allemaal uit gaat komen. Qua nieuwe zin. ik bedoel Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, het nu is er Diablo 4 Beta, de, 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 Star Wars Jedi Survivor en er komt nog zo er is zo de komt zoveel. Ik mis nou zoveel games, dus het is sowieso lastig om daar tussen te komen met een DLC-pakket. Maar um, echt helemaal niemand heb ik nog op mijn tijdlijn. En uh, natuurlijk, ik zit in mijn eigen bubbel. Dat moet je altijd rekening mee houden. Maar helemaal niemand die zoiets heeft van... oh, ik, ga, ik kan niet wachten op de DLC. Maar wellicht hebben we nog een extra trailer nodig. En denk ik daarna misschien wel zo... oké, okay, dat is wel vet. Let's go. Maar op dit moment voel ik hem niet. En dat betekent overigens niet dat het slecht gaat worden, hè? totaal niet. Want ik zei heel soort van loki. Meer Horizon. Maar Horizon is de gek. Dus als je daar meer van wilt, dan komt het er. Dan is het er volgende maand. En dat is aan zich zeker geen slecht nieuws. Ik denk wel dat het veel beter aansluit bij mensen die nu pas Horizon gaan spelen. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe, hoe dit soort uitbreidingen gaan. En daar kan je ook weinig aan doen, denk ik. Um, maar ja, ik ben benieuwd. Ik heb zoiets van, kom maar met nog een trailer... waarin je daadwerkelijk laat zien wat dan de shit is die niet op PS4 kan. Uh, want daar ben, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Maar uh, we gaan het zien. Goed, uh, Bedank je wel, Ludwig, voor, uh, voor jouw vraag. En dank je wel voor de mail dat we ik zeer. Uh, heb jij dus ook een, uh, nou ja, Heb jij een vraag voor de show? Dat dus. Mail naar podcast at gamergeeks.nl en daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze 211e aflevering van de Gamer Geeks podcast. Abonneer op deze show via je favoriete podcastdienst. Zoals Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Vergeet geen recensie achter te laten. Dat we ik zeer. Um, en de videoversie die kan je checken via Spotify. Maar vooral via youtube.com slash Daar waar je meer uh, videocontent kan zien. Behalve de videoversie van deze show. Zoals laatst was Impressies en Reviews. Dead Space Remake Review staat er nu. En uh, ik ga nog wat uh, meer dingen maken. Uh, coming soon. Dus hou het in de gaten. Thanks voor het luisteren naar deze 211e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Bedankt, 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 bedankt. En heel graag tot een volgende keer.